Hengelo. En dat is de blowdown. We hebben dus veel procesonderdelen. Op die procesonderdelen zit veel kennis bij de mensen die allemaal een specialisme hebben. En het belangrijkste is dat we die kennis hier vooral breed blijven verdelen. Zodat we echt gewoon operators hebben die de hele plant Hengelo, want dat is het. Je kunt het niet meer loszien, geen zuivering. En slipverwerken is echt één plant. Zodat de operators hier gewoon breed inzetbaar zijn en dat de kennis goed verdeeld wordt. Ik ben Mart Koeshuis en ik werk hier op de zuivering in Hengelo als operator. Ja, dit is dus de TDA. We zien hier de pulpen. Hier komt het ontwaterd slip van de centrifuges binnen. Hier wordt het voorverwarmd en de pulpen dient als opvangbak om van een continu proces een batchproces te maken. De voorontwatering bestaat eigenlijk uit een trommel en een schroef. Het slip en het polymeer komt in de schroef binnen. En omdat het slip en het polymeer zich aan elkaar hecht, wordt het zwaarder dan het water en gaat het aan de trommelwand zitten. Dus dat is hier de uitdaging ten opzichte van als jij op een eindontwatering ontwatert. Het slip komt er zo in. Want daar wil je gewoon zeg maar, kostentechnisch het meest efficiënt draaien. Hè? Dat is de afweging van polymeer, droogstof, centraat. En hier heb je eigenlijk gewoon één uitgangspunt, daar is de droogstof. En komt er zo uit. Wat gunstig is nu voor je TDA-installatie. Dat is echt wel een essentieel verschil. En dat hebben we ook wel echt weer moeten ontwikkelen om dat in de vingers te krijgen. Dit is het benedigingspaneel van de voorontwatering. En hier kunnen we de toeren zien van de trommel zelf. De verschiltoeren. Ja, dat is echt heel belangrijk. De ontwikkeling van je jonge jongens zoals Mart. Het is ook echt een kans voor hen dat ze hier op een zuivering waar echt relatief veel gebeurt. Veel ontwikkelen, nieuwe processen. Dat is echt goed ook voor jonge mensen om zich hier te ontwikkelen. 2 jaar geleden wisten we nog niet eens wat een TDA was. En wat er allemaal gebeurt, ook op de waterzuivering en op de sliplijn. Maar daar ben ik nu al heel ver in gegroeid. En ook als ik aan deze knop draai, wat gebeurt er dan? En wat zijn de gevolgen daarvan?